met hem? Ja. Engels. Ja, I'm Sujur Jebaro, I'm from Eindhoven. Ah, you are, yes, I've heard of you. Yes, it's good to see you in person. Yeah. So you have your business card? Yes, I do have them. 9 mei is in Rusland en verschillende andere Sovjet-republieken overwinningsdag. Op die dag wordt de overwinning op het fascisme gevierd en worden de oorlogsslachtoffers herdacht. En al tientallen jaren vindt ook hier op het Russische ereveld een ceremonie plaats op die dag. Met veel vertegenwoordigers van de ambassades en Russen in Nederland, maar natuurlijk ook heel veel Amersfoorters en Leusdenaren. Ik ben secretaris van de Stichting Russisch Ereveld. Ik heb de afgelopen 16 jaar geprobeerd nabestaanden op te sporen van de soldaten die hier begraven liggen en in eigen land vermist waren. Er zijn nu bijna 200 families gevonden. En wij proberen als stichting de nagedachtenis aan deze soldaten levend te houden. Ik ben in Rusland beland met een uitwisselingsprogramma van school in Moskou. En ik was zwaar onder de indruk. En toen hoorde ik van dit ereveld. Daar ben ik onderzoek naar gaan doen jarenlang. En uiteindelijk ben ik in Rusland beland ook als correspondent. Bovendien ben ik getrouwd met de Russische tolk die ik tegenkwam. Dus mijn hele leven is langzaamaan in het teken van Rusland en de voormalige Sovjet-Unie komen te staan. Een bijzonder land, fascinerend land, enorm groot land, hartelijke mensen, vooral in de dorpjes. En een land ook natuurlijk dat zwaar geleden heeft door de oorlog met name. En dat zie je op zo'n dag als vandaag, dat het mensen tot op de dag van vandaag raakt. De Russen vinden dat heel belangrijk, voelen zich soms ook wat miskend, want er zijn meer dan 26 miljoen oorlogsslachtoffers gevallen in de voormalige Sovjet-Unie. Dus die verdienen misschien ook wel iets meer aandacht in het Westen. En daarom vinden ze het bijzonder fijn dat ik er zoveel werk van maak en onze stichting en alle mensen die ons steunen. Ik denk dat de Russen het erg op prijs stellen als wij benadrukken hoeveel waarde we hechten aan de rol die de Sovjet-Unie heeft gespeeld tijdens de oorlog. En dat heeft misschien wel meer positief effect dan wel eens wordt gedacht. Ja. En dat is goed om zich dat op zo'n dag als vandaag weer eens te realiseren? Ja, kijk, onze positie is dat het goed is als deze jongens niet vergeten zijn. Vooral omdat ze zo lang wel vergeten zijn. En daarom vinden we het ook goed als er een vertegenwoordiging van de Nederlandse regering of het Koninklijk Huis eens een bezoek zou brengen aan het ereveld tijdens de herdenking. Maar dat werkt dus ook positief, denk ik, voor het Nederlandse beleid en de contacten met Rusland. De dodenmars spelen. Wij begeleiden de stoet naar het monument. Voor het eerst in al die jaren de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, de beide burgemeesters van Leusden en Amersfoort, ambassadeurs of andere vertegenwoordigers van de ambassade van Rusland, Armenië, Azerbeidzjan,
Kazachstan, Wit-Rusland. En de brigade-generaal van het ministerie van Defensie, Beukering. En dan ben ik altijd bang dat ik mensen vergeet. Ook nog de ambassades van Frankrijk, Polen en Israël. En heel veel belangstellenden. En heel veel belangstellenden, ja. Brengt groet! Dat ik hier sta en dat ik u als burgemeester van Leusden welkom heet, is voor een aantal van u misschien verrassend. Waarom staat hier niet de burgemeester van Amersfoort, vraagt u zich misschien af. De oorzaak, dames en heren, ligt in de geschiedenis. Wat en waarom we verder hier nog zijn, vertelt u de burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius. Lucas, aan jou het woord. Natuurlijk het grondgebied van Leusden, maar de naam Amersfoort. En we doen daar niet ingewikkeld over. De commissaris vroeg ook al, hoe kan dat nou, twee Amstketens? Daar hebben wij gewoon stilzwijgende afspraken over, dat dat altijd kan. We zijn bijeen na de herdenking op Rusthof en met Amstketen om. En dat is niet zonder reden. En we zijn hier nadrukkelijk bij elkaar voor een inwoner van Amersfoort, Remco, voor jou. Piotr Koval lag als anonieme soldaat begraven op Rusthof. Ik citeer. Zijn sombere grafsteen was nog nooit opgevallen. Niemand had er ooit naar omgekeken. Hij overleed in 1945 na de bevrijding aan tuberculose in een ziekenhuis in Lüdenscheid en kreeg in 1947 een plekje op het Russische ereveld in Leusden. Het dichtstbijzijnde Russische begraafplaats buiten Duitsland. Zijn vrouw Galina komt dat nooit te weten. Zij overleed op 86-jarige leeftijd, eenzaam, arm. In een doodskist gemaakt van sinaasappelkistjes werd ze begraven. Haar man was als vermist opgegeven. Al die tijd, tot het einde van haar leven, koesterde ze de hoop dat hij nog in leven was. Ze vond troost in haar werk en het geloof. Piotr ging naar het front, maar niet dat voordat Galina hun beide horloges had stopgezet. De tijd zou stil blijven staan tot de terugkeer van haar geliefde. Dat heeft niet zo mogen zijn. Galina wilde dat de horloges die van Piotr en die van haarzelf met haar meegingen in het graf. Einde citaat. En zo is het ook gebeurd. Remco, sinds 1998 hou jij je met niet aflatende inzet en toewijding bezig met het lot van Sovjet-Russische oorlogsslachtoffers in Nederland en in het bijzonder met het Russische ereveld op de begraafplaats. Het lot van die nabestaanden trok jou aan en werd jouw verhaal, werd jouw levenswerk, werd jouw zoektocht. Maar het verheugt mij zeer, maar ook Annemiek die naast je zit,
dat onze koning zijne majesteit het heeft behaagd jou voor al je inzet een koninklijke onderscheiding te verlenen. En bij koninklijk besluit, en wij hopen dat hij dat jou niet heeft ingefluisterd, dat hij niet zijn mond voorbij heeft gepraat afgelopen maandagavond, hij heeft dat niet gedaan. Want hij wist, heeft dat op 16 april getekend, ben je benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. En ik heb er een paar gezien hier. In de eerste plaats, jullie stelletje leugenaars. You bunch of liars. You all knew, I didn't know. Ja, er zijn denk ik drie dingen die ik moet zeggen, behalve dat ik natuurlijk zeer aangenaam en verrast ben. In de eerste plaats, ik had dit niet kunnen doen zonder Irina aan mijn zijde al die jaren. En ja, dank daarvoor. En ik denk dat het vanzelfsprekend is, maar ik denk dat, dat mijn beide ouders misschien een moment van trots kunnen kennen. Dus ze zijn weliswaar niet hier, maar het is wel goed dat ze dat op een andere manier wellicht ervaren. Ja,